de retraite betekent letterlijk je terugtrekken. Dus je trekt je terug uit het leven van alle dag. We hebben hier geen krant, we hebben geen televisie, we hebben geen internet. Dus heel veel dingen die in het dagelijkse leven zijn, die zijn hier niet. En wat er dan gebeurt is, als je je terugtrekt, dat je eigenlijk ja, soms contact maakt met, met een ander stuk van jezelf. Met een ander deel van jezelf, waar je in de hectiek van het dagelijkse leven niet zo aan toekomt. Waarin je bijvoorbeeld kan ontdekken hoe je van de natuur kan genieten. En hoe fijn het is om stil te zijn. En te kijken wat er dan allemaal in je opkomt. En ja, dat is in grote lijnen wat een retraite is. En wij hebben dan een programma wat dat stimuleert. Of wat dat, ja, je zou kunnen zeggen, mensen uit te nodigen ook echt stil te worden. In zichzelf. En dat programma bestaat uit, voor een groot deel uit meditatie. En soms is er een lezing. Soms vertelt iemand iets over, nou ja, waarom zou je mediteren bijvoorbeeld. Of over wat boeddhisme nou werkelijk is. En daarbij hebben we dan, ja, doen we alle dingen die je in het dagelijks leven ook doet. Hè, zoals eten en koffie drinken, wandelen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, zo'n programma is een samengesteld geheel. Van meditatie, wandelen, met elkaar eten en drinken, vrije tijd. En datgene wat op dat moment in het programma zit om, ja, te verstillen.